De Lions Club Wanica in oprichting heeft vandaag een project Feed the Hungry georganiseerd. De start van het project vond plaats op het terrein van het Leger des Heils aan de Henk Aronstraat. De toekomstige serviceclub heeft namelijk als speerpunt in haar programma's de bestrijding van hongersnood. Dit vertelt ons Naila van Dijk, chairperson van het project Feed the Hungry. De officiële charter of oprichting van de serviceclub vindt plaats op vrijdag 8 juni. Vooruitlopend hierop heeft de club die nog wat geld over had van de charter night gemeend om anders te beginnen, zegt Van Dijk. We beginnen met een project waarbij wij onze stempel bedrukken in een samenleving. En eigenlijk de toon aangeven waarin we deze club willen uitdragen. En dat is dat we dus gaan voor de behoeftigen, voor de mensen in nood, voor de armen en zij die honger lijden in dit geval. En we hebben gemeend dus om het eerste project, Feed the Hungry, vandaag in te zetten. En in samenwerking met Leger des Heils en Bureau Dak en Thuislozen is het dus een feit geworden. En ziet u dus nu het resultaat daarvan. En wie zijn allemaal hier vertegenwoordigd? Op dit moment hebben we hier Huizen Emma. Dat zijn bejaarden, 60-plussers, die altijd een handje nodig hebben. U weet, het gaat niet zo goed in het land. Met hun pensioen komen ze niet uit en die AOV ook niet. Dus we moeten het ook voor de bejaarden doen. We hebben hier kinderhuis Ramot. Dat is een kinderhuis dat grotendeels bestaat uit weeskinderen. Die geen ouders meer hebben die voor ze kunnen zorgen. En we hebben hier 50 vertegenwoordigers, een greep van 50 personen uit de doelgroep van het bureau Dak en Thuislozen. En we zitten dus op ruim 200 behoeftigen die vandaag een uitgebreide maaltijd krijgen. Dus een hoofdgerecht, een dessert, uitgebreid drinken. Een voedselpakket krijgen ze aan het einde van de dag ook. En de kinderen krijgen ook een schoolpakket erbij. Van Dijk verzekert dat Lions Club Wanica in oprichting veel meer van zich zal laten horen in de toekomst. Het is namelijk onze passie om te werken voor de mensen in nood. Dus u weet, Lions is geen politieke organisatie. We kennen geen kleur, we kennen geen religie. Het enige wat we gemeenschappelijk hebben is dat we gaan voor de mensen in nood. En we zijn gedreven, we zijn gepassioneerd. Het is ons streven om dit als een duurzaam project uit te zetten. We hebben een nog groter project hier aan gekoppeld, maar dat ga ik nog niet prijsgeven. Het zal zeker in de toekomst eruit komen. Maar in ieder geval is het onze bedoeling om tenminste dit in dit formaat één keer per jaar te doen. En we hebben een groter project dat nog komt. Dat ook gekoppeld is aan hongersbestrijding en armoedebestrijding. Maar dat gaat u zeker horen. Tot zover Naila van Dijk, chairperson van het project Feed the Hungry van de Lions Club Quatta in oprichting. De president-elect van deze toekomstige club is Jennifer van Dijk Silos. Het project is in samenwerking met het Leger des Heils uitgevoerd.